Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remes en ik was klimmetje tegen de belichting in aan het filmen. Jawel, dames en heren. Goedemorgen allemaal. Ik ben nu even op YouTube bezig, even kijken als alles al in orde is. Natuurlijk is daar alles in orde. Ik moet nog alleen nog maar één vlog uploaden. Jawel, en zelfs binnen een paar minuutjes heb ik een leuk gesprek met Samenpunt. Dus dat gaat ook weer al leuk zijn. Daar ga ik ook wel een klein beetje bespreken van wat moet ik nog allemaal te goed in orde maken voor naar Zweden te gaan en al. Noem maar op. Maar eerst wil ik dat echt YouTube volledig in orde is, hè, voor jullie. Natuurlijk. Oh my god. En ik ga u één ding zeggen. Het is echt fantastisch weer vandaag. Sarcasme. Dat is echt sarcasme, mensen. Onder scrollen. Hupsatree. Voilà, ça. Hij staat in de upload. De betalingen die zijn gisteren ook gebeurd. Sluiten. Voilà. Dus die is aan het uploaden. Dames en heren, ik ga jullie ook het laten zien. Ziet dat dus. Wat een weer, dames en heren. Wat een weer. Voor geen hond in door te jagen. En die moet er juist zo'n wandelaar zijn met, als er zo'n hondje komt. Ja, oké. <okay. laughs> Nee. Momenteel zie ik echt niemand niet buiten, dus daar ook niet in wandelen en al. Ik ga daar ook niet in wandelen. Ik geef dat ook eerlijk toe, ik ga daar echt ook niet in wandelen. Want dat is voor een verkoudheid op te lopen en dat wil ik niet. Dat wil ik totaal niet. Maar nu ga ik toch nog snel een sandwich eten. Even kijken of ze nog goed zijn. Als ik het nog heb. Ja. Zijn die nog goed? Nee. Dus, straks nieuwe gaan halen. Dus dat is nu even kunkloppen. Heb ik hier nog iets leuks, lekkers? Jawel, nog één wafeltje. Oeh, lekker. Wanneer is die goed? Gaat daar een datum op? Nee, ze moeten dus ook eens op de verpakking. En, ah, jawel. Een datum oprinten, wou ik zeggen. En dat hebben ze ook gedaan, Dimitri. Dat hebben ze ook gedaan. Die nog goed. Dan moet ik jullie even gaan neerzetten. Allee. Blijf staan, hè, mensen. Voilà. Dan zal ik wat klein beetje gebukt de vlog nog verder zetten. Eens even kijken op de verpakking staat. Ja, tot volgende maand. Toppie. Ja, hier staat compo-admin. Compo-admin. Van de vroegere OCC. 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 ja, ik zit al zo wat in de vibes van Dreamhack. Ja, sorry als je daar continu ook over gaat hebben en al. Het is ook een droom. Een droom die echt werkelijkheid wordt. Laat het alsjeblieft niet een nachtmerrie worden. Dat op de laatste dag iets, dat er iets misloopt of zo, dat ik er niet ga geraken. Dat wil ik totaal niet. Laat me dat alsjeblieft niet aan denken. Dat niet. Voilà. Tot nu toe is alles goed tot in de details gepland. Volgend weekend, niet de weekend daarop, zit ik terug op een LAN-party. CU-LAN. Bam! Jawel, dames en heren. Ik zit op CU-LAN. Ah, ja, ja, ja. Er zijn nog altijd tickets beschikbaar. Dus als jullie ook naar CU-LAN willen komen, kom gerust www.cu-lan.be. Ik herhaal www.cu-lan.be. Surf daar even alsjeblieft even naartoe. Ik zal de link hier ook eens even in beeld laten komen.
10 seconden. Oh, dat is een goede ochtendgymnastiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Goede ochtendgymnastiek. Oh ja, dat kan ik ook wel eens doen. Zo een YouTube-filmpje opzetten en dat proberen na te doen en dat ook filmen voor jullie. Oh nee, nu heb ik wel iets gezegd. Oh nee, 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 nee. Oké, ik zal het maar eens doen. Toppie. Nee, dat is echt een heel goed idee, dame. Wat ik nu in één keer bam in mijn hoofd krijg. Ja, dat gaan we eens doen. Bam. Oké, dames en heren, we gaan dat doen. En dan film ik dat met mijn GoPro. Voilà. Dus dan zet ik bijvoorbeeld op die televisie de gymnastiek oefeningen op. Die tafel schuif ik dan helemaal aan de kant. En dan gaan we hier dan op deze plaats gaan we dan de ochtendgymnastiek dan filmen. Dat kan ik eens doen. Jawel. Even de tafel vrijmaken vooraleer dat samenpunt hier is. Voilà. Wat ik nu nog direct gewauw ga drinken, dat ik toch nog wat voedingsstoffen binnen heb, is een chocomelkje. Dat kan gaan lekker gaan smaken. Ik zie nog iets wat op de grond ligt. Uit mijn zakken is gevallen. Mijn zakdoek. Dus zit daar al alles gekoppeld? Nee. Dus ja, ik moet dat ook regelmatig dus doen. Dus in mijn ene pc. Zit zo eentje. En dat is voor de besturing van de toetsenbord en muis. Dat was plakband. Duct tape. Duct tape. Duct tape. Dus dan moet ik die ook altijd insteken in mijn laptop. En dan kan ik die besturen. Jullie horen het. Maar ja, ik ga hier ergens de vlog. Deze fragment even op stop zetten. En misschien dat er nog vandaag wel een gymnastiek oefening zit aan te komen hier op mijn vlog. Ik heb daar nu een goesting voor gekregen. Ik ga daar wat opzoekingswerk voor doen en dat gaat gebeuren. Hallo mensen, cool. Ik heb een hele mooie dia gemaakt, ook voor Open Thuis te laten zien. Dus naast het samenpunt, wat nu momenteel de juiste benaming is, samenpunt. Ik ben nu onderweg, weer al met de auto weer al weg, hè. Voilà, jullie zien het, ik zit toch heel veel in de wagen. Nog altijd, tot bij heden. Ik ga dus afscheid nemen van Bea. Want ze gaat in opname, maar verder ga ik er ook niet over uiten. Dus, ja. En dan misschien straks of zo naar een van deze fragmenten wat ik nu aan het maken ben. Wat ik misschien wel ochtend nog een gymnastiekje ga doen. Misschien. Dat kan wel leuk zijn. Verlassen. En wanne werken vandaag. Om geen en ont echt niet waar niet door te jagen. En dan heb je hier nog wat aquaplanning. En dan nog eens hier nog eens wat aquaplanning. Dat het water zo wat ook blijft liggen op de weg. En als je daar een bepaalde snelheid over rijdt, dan kun je beginnen te slippen. En dat is ook niet de bedoeling. Ik heb gisteren wel eigenlijk heel veel geslapen tot vandaag, dus je moet denken, ik ben om 8 uur was ik volledig al vertrokken naar Dromeland toe, dat is redelijk vroeg en ik werd wakker om 2 uur 's nachts, dat is echt de waarheid.
dan zo. Allee, wat ga ik nu nog doen? Toen nog geprobeerd mijn oortjes toe te doen. Dus toe te knijpen en al. En dan is mij dat nog gelukt. Tot 8:30 morgens vroeg. Dan ben ik ook begonnen al te vloggen voor jullie. En dan kwam dan ook nog samenpunt en al. En nu zitten we al 10 uur. Dus nu ben ik richting mijn schatje aan het gaan. Allee, hup, 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 hup. Dus ja, toch een leuke dag voor de boeg. Een nummerplaat die vasthangt met geplastificeerde folie aan een ruitenwisser. Mag dat wel? Ik weet dat dus niet. Mannetjes, 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 wie heeft deze regenweer besteld? Wie heeft deze regenweer besteld? En ik had een vliesje voor mijn vooruit. En nu zit die achter mij te rijden, die met de nummerplaat. Die heeft zelfs geen nummerplaat vooraan hangen. Alleen maar zo liggend op het dashboard. Dat was strange. En die wil precies naar voorbij, maar ik kan nergens invoegen. Dus jij moet maar geduld hebben. Ik ben ook rustig aan het rijden, niet tegen de volledige snelheid. Waarom niet? Het is ook glattig als het geregend heeft. En dan heb ik er wat schrik voor aquaplaning. Ik heb er echt heel veel schrik voor. Dat ik dan in één keer begin weg te schuiven. Hier beginnen ze al te remmen, dat is niet goed. Dat is ook redelijk ver van de rode lichten af. Dan ga ik nu ook al naar daar toe, voilà. En dan kan ik beginnen aan te schuiven. Wat een weer, wat een weer, dames en heren. Maar ja, ik kon toch wel nog de deur uit buiten, dus ben ik wel blij om. En het is rood, rood, rood. De kleur van jouw lippen. Van wie is het? Van wie is dat liedje? Van wie is dat liedje, mensen? Jawel, van Marco Borsato. Ja, jullie hebben gelijk. Voilà. Maar ja, ik ga nu nog wel verder letten op de baan richting mijn schatje toe. Voilà. Hopelijk is dit al wat betere content waar ik al bezig ben. Dat ik bezig ben met ook in een auto aan het vloggen. Dat ik. Want dat was ook volledig weggevallen. Dan moet jullie ook wel eerlijk toegeven, dat was ook volledig weggevallen. Voilà. Bij deze, ik ga jullie nu laten dat ik nog wat muziek kan luisteren. Voilà. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen. Even mijn blazer eens afzetten. Mijn ruiters toe doen. Jawel, ik ben nu terug weg van afscheid te nemen van mijn allerbeste vriendinnetje Bea. Het gaat heel raar zijn. Het gaat echt heel raar zijn. Rare weken wat tegemoet komen. Ook voor mij. Omhoog van dat ik ook mijn droom achterna ga. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen in mijn vlog. Dus ja. Één ding zeggen. Wat? Nou weer. We zitten al bijna de helft van de dag en het heeft nog niks anders gedaan dan geregend. Let's raining man! Halleluja, it's raining man! Jawel, dames en heren, het is aan het regenen. En dan gaan we 12 minuten nog meer uit, een klein beetje. Oh, dat is niet leuk, dat is niet leuk. Is... Oh, Jezus Maria, Jozef. Oh. Even ook
ik kijk altijd in mijn spiegel. Hè. Jullie hebben het gezien. Als ik van rijvak verander, ben nu ook die auto's aan het opletten. De auto voor mij, die rijdt redelijk traag. Ik rijd maar 80. Maar gewoon 120 eigenlijk mag. Kijk, dan kan ik weer al wat gas geven. En die komt van Lubben. Die auto stond erop. Het was een gemeentewagen van Lubben. En ja, mannetjes. Wie van mijn kijkers heeft deze weer besteld? Wie? Laat het hier anderen in de comments weten. Of wat is jouw ideale weer? Jawel, dames en heren. Wat voor temperatuur? Hoe moet het weer zijn? Sneeuw, zon, noem maar op. Ik ga binnenkort heel veel sneeuw zien, denk ik. Heel veel. Mijn mond zal dan wel zo staan. Ja, ik eerlijk gezegd, in mijn leven ben ik dat dus niet gewoon. Hoeveel sneeuw dat er misschien kan gaan liggen. Oh, en het is weer al rood. Zo mooi kleurtje toch, hè? Rood. Roze hemels. Nee, dat is blauw. Oh, ik weet het niet meer. Oh, ik weet het niet meer. Oh, van Michael Posato. Sorry. Ik ben jouw liedje vergeten. Sorry. Even mijn laatste te goed op de ramen afstellen. Die moet ik daar ook nog eens afstellen, zie ik. Maar ja, ondertussen is het al goed licht terug geworden en kan ik verplaatsen richting 90 km per uur. Voilà, 90 km per uur. Zo voor een witte inschieten dat ik hier moet afstaan. Ja, sorry hè. En hier staat weer al de busje voor mij. Busje komt zo. Nog eventjes geduwd hebben, de busje komt zo. Bam! Die liedje ken ik nog wel uit mijn hoofd en dat is de H17 via Ziekenhuizen en Muntelbeekstraat Alken. Via Ziekenhuizen en Muntelbeekstraat, Alken. Via Ziekenhuizen en Muntelbeekstraat. Ah ja, dat zit in een loop. Juist. Ja, wat. Er is redelijk veel water al gevallen, zie ik hier. Hoe staat het met de beek? Staat die hoog? Dat valt nog mee. Dat is goed. Watch. En nog een keer watch. Echt, hier ligt heel veel water overal. What the hell? Ik wil nergens gaan wegschuiven hier op deze straat, want hier liggen overal zo van die aquaplanning water. Dus ja, waar de vrachtwagens en wielen zijn, ja, dat is zo wat gebogen in de wegdek. En ja, en daar ligt nu heel veel water. Walk on water, Mississippi. Walk on water, Mississippi. Hit the ocean. Welcome wonder you. Nee, dan ken ik het niet. Dan stop ik met zingen. Ik ken de tekst niet helemaal van buiten. Die moet hierin, die moet rechtdoor. Die moet hierin, dus dan kan ik nog niet oversteken. Stilletjes ervan al beginnen over te steken. Voilà, dan kan ik mee aansluiten. Voilà. Zo mensen, goed nat geregend voor gewoon naar de wagen te lopen en al. Dankjewel, ik moet ook mijn schatje ook 100% dankbaar zijn dat ik haar headset mag lenen.
tot na Dreamhack. Dus dat is nog iets meer dan een maand dat ik die dan heb. Dankjewel daarvoor. Met die headset ga ik dan ook volle bak trainen. Amai man, en ze staan hier al zo ver al aan. Dus ik heb voor die rode lichten of wat? Oh nee, het is gewoon een leerling. Ja, hier mocht 50 leerling, niet 30. Voilà, ik kom nu sowieso van thuis aan. Ik zie jullie allemaal nog straks terug. En ja. Yippee-ki-yay. Ik heb verschillende muziekjes in mijn oor. Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yo. Yo. Yo. Amai, daar ligt een ganse zwembad. Damn you. Daar zo bij de week samen in. En zijn de groene containertjes vandaag hier in Alken? Ja? Ja, het regent, hè? En dan. Nou. Ik ben toch gewoon te langzaam. Of staat er hier? Met een kontong van de straat is. Ik weet het niet, als ik nog vandaag weg moet. Als ik vandaag niet meer weg moet, ga ik mijn auto ook nog verplaatsen naar de parking toe. Ja mensen, dat doe ik dan nog. Voilà. Oh. En nu nog in die regen lopen. Heb ik daar zin in? Nee. Moet het? Ja, want ik moet toch binnen geroken. Maar eerst ga ik dat wel met de juiste sleutel nemen. Voilà, dat ik niet te lang in de regen moet staan. Ik zie jullie allemaal straks gestreken. Jojo. Natter. Oh. Nu heb je nog goesting in een heerlijke, eigenlijk warme chocomelk. Oh my god, mijn stem. Een heerlijke warme chocomelk. Dan ga ik dat ook maken. Ik ga dat dus op doekies manier doen. Hoe ik het dus van hem heb geleerd. Hier zit mijn lepel in. Oké, dat is goed. Dan heb ik nog melk nodig. Lepel nodig. Voilà. De melk. Kartonnen doos is leeg. En die zet ik terug op de stapel. Voilà. En dat is gelukt met mijn voet. Dus, hoe maak ik chocomelk? Voilà. Hier zien jullie mijn tas. En ik ben weer al iets vergeten. Dat is mijn lepel. Lepel. Voilà, zo. En dan gooi ik jullie de lucht in. Dus jullie moeten het maar niet zien. Grapje, mensen, grapje. Dus eerst doe ik wat melk erin. Ja, eerst doe ik de doos open. Voilà, dat is mijn eerste handeling. Mijn tweede handeling is de melk open doen, die wat straf open ging. Ik gooi daar al een klein beetje in. Voilà, dat dat tot 1/3 vol is. Dan neem ik 3 scheppen Nesquik. 1. 2. En 3. Voilà. Dan gaan jullie weer al de lucht in. Ik moet ergens zoals een standaardje kopen. Dan pak je uw melk er terug erbij. Maar eerst roert je alles. En terwijl dat je roert, gooit je uw andere melk in tot een heerlijke niveautje. Voilà. En dan wat je dan ook nog doet, is gewoon uw melk dan terug toedraaien. Dan lepelke. Eruit halen. En dan
dan heb ik een chocomond. Dan pak ik jullie mee. En dan zet ik het op een minuutje. Voilà. Ik ga de microgolf oven in. Voilà. 1 minuut. 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49. Ah, ik ga er niet continu blijven tellen hoor. Zot. Ja, zo kan ik wel geet wel wat krijgen, hè. En ondertussen tijd is het nog altijd tot heden aan het regenen. Dus wie die regen heeft besteld, ja, daar ben ik kwaad op. Kan niks doen buiten. Kan echt niks doen buiten, hè. Echt niks. Ik heb nog 18 seconden. Ik ga een kabelje gaan bijhalen voor aan mijn pc aan te sluiten. Voor mijn bestanden al een klein beetje eraf te halen. Of anders gaat het iets te groot worden. Voilà, ze. En ik haal het niet. Ik hoor de piep al. Ik hoop dat jullie het ook hebben gehoord. En voilà. Hier heb ik dan mijn heerlijke warme chocomelk. Even neerzetten. Dan ga ik terug naar mijn tafel doen. Waar ook mijn lepel ligt. Die steek ik daarin. Dan ga ik dus af en toe eens roeren. Met de chocomelk ga ik naar mijn computer toe. Zet mijn computer aan. En ga ik de bestandjes eraf halen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Mensen, ik heb juist een uur en een half gelivestreamd. In plaats van, ja, oké, sorry voor geen 3 uur livestream. Ik ga nu mee klaarmaken om naar de garage te gaan. Om mijn remschijven te laten vervangen. Achteraan. Ja. Alles voor de veiligheid. Alles voor de veiligheid. Voilà. Ik zie jullie dus zelfs allemaal terug. Zo mensen. Tot ik ben later. Onderweg nu naar de garage toe. Voor mijn achterste remmen. Ofwel aan die kant ofwel aan die kant. Die zit te schuren. Dus daar gaan we mee de brug op. En die gaan we dan vervangen. En ik moet een omwijsje maken. Daarom dat mijn livestream iets korter is dan normaal. Dat ik ook hier tijdig kan vertrekken, want het is een hele omweg om bij hem te geraken. Ik heb zo van die lijnen. Oei. Ja. Slechte belichting. Nu heb ik precies hier iets voor mijn dingen. Dus, allee. Ik ben onderweg dus nu naar, naar de garage. Als het lukt, want het is druk verkeer. Dus ik ga opletten op de baan. Goed mensen, zo yo. Even hands-free gebeld met Bea. Ze heeft het moeilijk, ga ik ook even meegeven. Ik ga eraan werken. Bea gaat er aan werken, ook aan haar eigen. Ik ga aan mijn eigen werken en ik ga ook meer naar mijn eigen kijken. Wil ik daarbij zeggen, dus ik ga me niet meer laten doen. Ook niet op de chat en al. Ik heb me voor de eerste keer heb ik eens echt eens teruggebeten. Dus van dit, dat. Ik heb zitten te puzzelen voor een livestream te kunnen doen vandaag. Want om 7 uur moet ik bij de garage zijn. Ik ben hier nog altijd aan het rijden. Het is 18:52. Het is druk verkeer. Het is wel niet meer zo ver. Maar ik denk dat ik een minuut of 1, 2 te laat ga zijn. En dat is hier echt een hele drukke kruispunt.
was het in een keer niet meer zo druk. Dat ik in een keer met 3-4 auto's in een keer over kan. En wat ik ook al zie wie komt piepen is, Janneke Maan. Hallo, is Janneke Maan. Alles goed. Je schijnt maar deze keer maar zo wat drie kwart. Een kwart. Zat ik even uit Vitesse, zat ik in neutraal, in plaats van in Vitesse te rijden. Jammer. Voilà, Sam. De 5 Hasselt. En hier is een plateau. Op plateaus mocht je maar blijkbaar maar 30 rijden, dan doen we dat ook. Hier reed even eentje zonder lichten. Ook niet goed, hè. Als avonds, als het al wat donkerder is. En dan wil ik ook nog over donker gesproken. Over donker gesproken. Voor de fietsers en voetgangers. En ook wel de bromfietsers. Doe alsjeblieft een fluorvestje aan. Dat je gezien wordt in het verkeer. Dat het niet te gevaarlijk wordt. Het is al donker buiten en al. En als je dan je nog niet eens zichtbaar laat zijn in het verkeer. Dan kun je omweg gereden worden en dan zit je veel verder in huis. Kan tot een tot gewone kwetsuren zijn, tot een verlamming, tot misschien zelfs de dood. En willen we dat? Nee. Dus hou het ook alsjeblieft veilig in het verkeer. Dat wil ik ook even mededelen. En het is nu 18 uur 54. Dat ik maar netjes op tijd ga zijn. Ik denk dat ik zelfs niet te laat ga zijn, dus dat is heel mooi. Mooi opgesproken, afgesproken uur, 19 uur. Stel je voor, ik rij op 19 uur. Voilà, Sam, op de afgesproken tijd dan. Dus ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Ik ben terug thuis op mijn appartementje. Hier is het. Een heerlijke temperatuurtje. Oh ja. Ik heb eens voor de eerste keer eens de chauffage aangezet. De verwarming. Oh yeah. En hier is het nu een heerlijke 21 graden. Dus dan gaan we de verwarming ook uitzetten. Voilà. Met deze is dat ook gebeurd. Ze kunnen binnen. Ja. Dan ga ik nog eens even bekijken. Heb ik dus ook meer. Maar maakt niet uit. Ik ga nog even kijken als ik iets kleinigheids kan klaarmaken, ook voor het eten. Ik heb een klein beetje honger. Dus toppie. Oh, beschuit met confituur kan ik nog even gaan eten voordat ze hier zijn. Wie bedoel ik dan? Mijn bovenbuurvrouwke en dan ook nog mijn wandelmaatje. Voilà, Sam. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Dus ik ga hier ook al de vlog beëindigen. En laat het weten, ik weet dat het niet in deze vlog is terechtgekomen nu. Van die gymnastiek. Jullie hadden daarop gehoopt. Ik weet het. Maar ik geef het nog altijd in dezelfde vlog weer dat ik het ben vergeten. Maar niet, ik ga het nog wel eens doen of zo. Maar ik ben gewoon vandaag vergeten om dat werkelijkheid te maken. Oké, dan weten jullie dat. Ik ben nu ook nog aan het denken. Dus als je dat een goed idee vindt, dus omdat dat eens voorkomt in mijn vlog zo gymnastiek, laat het hieronder in de comments weten. Dan ben ik ook heel blij. En nu ben ik ook nog de gordijn even toe aan het doen voor wat privacy te hebben. Voilà. En ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo.